Bij ons de verantwoordelijke van de erfgoed tram Gent hier. Jullie zijn op stap vandaag met een heel speciaal voertuig. Ja, inderdaad. We zijn vandaag op stap met een van de voormalige PCC's van de MIVG in Gent. Die speciaal voor deze gelegenheid is uitgedost in zijn kerstverlichting om een beetje bij te dragen aan de fantastische kerstsfeer in Gent op de winterfeesten. Vandaag is eigenlijk een rit speciaal voor de leden van ETG. Maar volgende week vrijdag de 20e en de week daarna, vrijdag de 27e, tussen 18 uur en 21.45 kan het grote publiek meerijden met onze historische tram. Ook in de kerstverlichting. We gaan dan pendelritjes doen tussen het Sint-Pietersstation en Gent-Zuid, met om de 45 minuten een vertrek aan eigenlijk station Sint-Pieters. Voor meer info kunnen de mensen altijd terecht op onze website www.etgvzw.be. Daar staat veel meer uitleg, ook wat exact de route is. Dus, en we hopen eigenlijk op deze manier toch iets bij te dragen aan de sfeer in ons fantastisch mooie Gent. Dus bij deze. Kunnen de mensen, dat moeten zij een speciaal ticket hebben of kunnen ze met een abonnement rijden? Hoe wordt het eigenlijk naar voren gebracht? Het wordt eigenlijk naar voren gebracht onder een eenmalige kost van 5 euro, waar men eigenlijk de hele avond mee kan meerijden met ons. Men kan langs het hele traject opstappen, dus men kan zeggen van we rijden van Sint-Pieters mee naar de Zuid, we gaan dan keer door de winterfeesten wandelen en een uur later rijden we mee terug vanaf de Korenmarkt naar het station. Dat kan eigenlijk allemaal voor een eenmalig tarief van 5 euro.